zeker te slagen vandaag. 133,5 kilogram. Ja, hij is weer aan het bouwen. Kom aan, iedereen. Dit zijn de deelnemers over de rugzak. 5 minuten gaan we beginnen met het onderdeel kniebuigen. Dat is 235 kilogram, stand 4. 60. Dat is altijd 160. Ja, goed denk ik wel. Ja, goed. Ja, goed. Ja, goed. Ja, goed. Reed gehouden, de heren Lichtmaar, Fai, Van der Boven, Zwerver, E3 en Engbert. Het handenlicht gereed en de tijd gaat lopen nu voor Johannes de Wit. Zijn eerste beurt 235 kilogram. Het record in deze klasse staat op naam van Tjalling van het Bos in de plus 125 kilogram klasse op 277,5. Johannes begint op de 235. We zullen gaan kijken. Wat? Ja, kom op! Kom op! Kom! Rek! En een prima eerste twee. Het handen ligt gereed en de tijd gaat lopen voor Johannes de Wit. 250 kilogram, tweede beurt. Johannes komt uit in de klasse tot boven de 125 kilogram. En de record staat op naam van Jannik van der Bos met 277,5 kilogram. Maar Johannes lijkt op weg, want hij gaat nu de 250 in de tweede beurt aanvallen. Gereed houden de heren Lichthart, Fai, Van der Molen, Zwerver, Engberts, E3. Spannen, hè? Kom op! Spannen, hè? Spannen. Kom op! Kom op! Ja, kom op! Rek! Deze beurt wordt niet goed. Zelf met 155, wellicht dat straks in de tweede beurt eraan gaat. Gereed houden verder Geert van der Schaar. Dat is de laatste van de eerste beurt en daarna krijgen we weer de heren Lichthart, Fai, Van der Molen, Verkaai. In ieder geval een prima eerste beurt voor Johannes op deze 152,5. Wellicht dat straks een record kan opleveren. Houden niet gereed en de tijd loopt voor Johannes de Wit. 160 kilogram aanval op het Noord-Nederlandse kwam. Let u op. Gereed houden verder Geert van der Schaar. Geert van der Schaar is de laatste uit de serie en daarna beginnen we weer vooraan met de heren Lichthart, Fai, Jelle van der Molen, Engberts, etc. Let u op Johannes de Wit, tweede beurt, 160 kilogram, aanval op het Noord-Nederlandse kwam. Eerst maar, kom op. En de tijd loopt voor Johannes de Wit 165 kilogram. Johannes heeft zo net in zijn tweede beurt al het Noord-Nederlandse record verbeterd van 160. En dan gaat het nu proberen te verscherpen tot 165. Gereed worden verder Geert van der Schaar. Spannen, hè? Kom op. Met deze 165 lukt hij toch een applaus voor de weer uit de 250 kilogram. Naar de 250 kilogram.
Gereedhouder Johannes de Wit. Het halter ligt gereed, 250 kilogram voor Johannes de Wit. Eerste beurt. En Johannes de Wit die lijkt op weg om wat te trachten een evenaring van zijn Noord-Nederlandse record te staan. Op 270 kilogram. Dat in ieder geval te evenaren. Hij gaat nu beginnen met de eerste beurt van 250 kilogram. Gereedhouder weer, Hendrik Lichtaart, de heer Fai, Jelle van der Molen, Gekai, E3 en Zwerver. We beginnen weer van voren aan na deze beurt van Johannes de Wit. In ieder geval een prima eerste voor Johannes op die 250 kilogram. En hij lijkt op weg naar het nieuwe Noord-Nederlandse record. We gaan naar 270 kilogram. En het is, hij tracht een evenaring te krijgen van het record gevestigd door hemzelf op 2 februari 1986. Met de laatste gehouden Noord-Nederlandse kampioenschap. Wellicht nu eerst een evenaring en dan straks in een extra beurt wellicht een recordpoging. We zullen zien. Het zal hebben. Zinnen wil ik in de volle tillen. Niet terug, hammer is dat één. Kom op, kom op! Nou. Jawel, jawel, de evenaring is een feit. De evenaring is een feit. We gaan naar 277,5 kilogram voor Johannes de Wit. En hij gaat hiermee proberen om zijn eigen Noord-Nederlandse record van 270 kilogram te verbeteren. Hij heeft net in zijn tweede beurt het record geëvenaard. En hij gaat nu proberen om daar 7,5 kilogram bij op te krijgen. En het totaal te brengen op 277,5 kilogram. Het halter lacht bijna gereed. Het ligt nu gereed, zet Brits. En de tijd gaat lopen voor Johannes de Wit. 277,5 kilogram. En zijn tijd loopt. Een formidabele totaal van 692,5 kilogram, Johannes de Wit.